creatieve happenings. Oké. Hoi. Ja? Hoe we daartoe zijn gekomen. Ja? Mag je uitleggen. Dat is een heel lang verhaal. We zijn eigenlijk al een hele tijd bezig. Ja? Eigenlijk had ik het plan, want ik kom niet hier vandaan, om iets te beginnen, iets creatiefs. Ja. En aangezien hij uit de kunstwereld komt en organisator was, hebben we samen het samen opgepikt. Dus hebben we samen... Is dit eruit gekomen? Ik heb tech opgezet en gedaan. Oh, tech, ja. Dat heb ik eerst gedaan. En toen Geertje met haar plan kwam om iets voor zichzelf te beginnen. Zo was er zoiets van, nou, waarom niet samen? Ik was ook altijd, voor mij was het ook tijd voor een nieuwe uitdaging. Ja. En wat wij gaan doen is eigenlijk proberen en een bedrijf en een expositieruimte op te zetten dat naast elkaar bestaat en eigenlijk elkaar ook versterkt. Ja, ja. En door een winkel zeg maar naast een expositieruimte neer te zetten, dan werk je al met een andere drempel natuurlijk als witte doos. Ja. En we proberen uiteindelijk zelfs om een deel van de inkomsten vanuit de winkel weer terug te investeren in de het ideële deel, in de stichting. En dat moeten we met een jaar of drie moet dat gaan gebeuren. Dus eigenlijk alles wat er nu wordt gedaan, wat er wordt gekocht, gaat automatisch, komt dat weer. En die, de winkel is in feite dat gedeelte? Ja, we hebben nu eigenlijk een soort van proefopstelling gemaakt. Door de tekenladerkast neer te zetten en deze kast ook neer te zetten. Oh, ja. Ja. Kennedy en neerschieten. In het Nutshuis. Toen deden we er elke maand één eigenlijk. Maar toen hadden we geen kantoor meer. We zaten altijd in de kroeg. Dus op de graden. En toen wachten we iets van, ja, we moeten nog een kantoor hebben. Ja. En toen kwamen we eigenlijk, hier zat een meubelwinkel. Kieke Spullen, die zit hier verderop. Oh. En die ging er weg. En er kwam mijn toenmalige collega achter. En toen hebben wij... deze mevrouw is de huisbaas. Oh? Die woont boven. Ja. Zodoende kunnen wij hier. Ja. En dan hadden we twee dingen in één, een kantoor en een expositieruimte eigenlijk. Ja. Want de dingen in het Nutshuis waren eigenlijk één avond, waren eenmaal. Ja. Dus al dat werk wat daarin, dat ging daarna na de avond weer weg. Oh ja, nu kun je dit gewoon kijken. Ja, het leek ook wel vanuit de kunstenaars ook gewoon de vraag, ja, kan die langer blijven hangen? Ja. Maar dat kon niet toen daar. Dus hebben we gezocht naar een soort van combinatie. Nou, dat is dit geval. Ja, ongeveer 4 tot 6 weken duren de exposities hier. Oh ja. Dus we zijn... De eerste was volgens mij ergens en dan in september 2006. 2006, ja. Dit is de 11e.
Oh, de elf al. Dit seizoen nog één in juni. Ja. Maar er zijn er wel meer. We hebben ook animatieavonden tussendoor en dat is voor een weekje. Of we hebben nu na deze expositie een week lang een expositie van de tweedejaars autonome van de academie. En we hebben speed dates voor kunstenaars en kunstinitiatieven. Ja. En dat houdt zeg maar in dat kunstenaars 5 minuten kunnen praten met een initiatief uit Nederland. Uit Groningen, meer Amsterdam, Rotterdam, Breda, Utrecht, nodig allemaal uit hier. En hoeveel bezoekers heb je dan op dat moment? Nou, dan nodigen we bijvoorbeeld, we hebben per keer 6 tot 8 initiatieven gehad. En dan iets van 20 kunstenaars of zo, of 18 geloof ik. Ja. En die kunnen we allemaal 5 minuten met elkaar praten. En als er dan interessante contacten ontstaan, dan kunnen ze daarna contact houden. Maar hoeveel bezoek heb je dan op zo'n moment? Daar? Hier, ja. Nu? Nee, als je die gesprekken hebt met die kunstenaar. Ja, daar hebben we verder geen bezoekers. Worden mensen specifiek voor uitgenodigd. Oh, ja. Ja. We sturen een mailing rond. Ja? We hebben een mailbestand van alle afgestudeerden van de academies in Nederland. Er zijn geloof ik 3800 mensen. Ja? Inclusief andere contacten. En die mogen zich inschrijven voor een speeddate. We hebben best wel veel animo, dus ja, we doen dat 2 keer per jaar ongeveer. En wat doe je dan met die speeddate als ze dat gedaan hebben? Die mensen kunnen zelf dan contact onderhouden met de initiatieven. Dus om te kijken of daar interessante dingen uitkomen. Dus of er bijvoorbeeld exposities kunnen ontstaan. Ja. Dus je bent dan gewoon een soort communicator. Ja, maar je praat met een initiatief 5 minuten. Ja. Ga je door naar de volgende. Ja. Als kunstenaar kan je je werk laten zien. En daarna dan kunnen daar iets uit ontstaan. Wij hebben daar best wel een aantal mensen al gehad. Die we door de speeddate hebben leren kennen. Die wij hebben laten associëren in het Nutshuis of hier eigenlijk.